Landgenoten, love you brother Nangasisa. In het bijzonder onze love you brother Nangasisa, de Ingi brother Nangasisa, de Jampanesi brother Nangasisa. Vandaag, 9 augustus, bij de herdenking van de Dag der Inheemsen en herdenking 134 jaar Javaanse immigratie, zien wij gelukkig dat wij één Suriname vormen. Eén natie. One broemtje jari. Laten wij dit gevoel van verbondenheid blijven vasthouden en versterken binnen onze multiculturele samenleving op basis van het principe van eenheid in verscheidenheid. De Dag der Inheemsen is in 1994 door de Verenigde Naties wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volkeren op 9 augustus. Suriname heeft in 2006 deze dag uitgeroepen tot een nationale vrije dag en wel de Dag der Inheemsen, ook wel Ingidé geheten. Het jaar daarop, in 2007, heeft Suriname de VN-verklaring voor de rechten van inheemse volken mede goedgekeurd. De Dag der Inheemsen, onze Ingidé, roept ons op om onze diepe waardering te tonen voor de oorspronkelijke bewoners van ons land. We hebben de eeuwenoude wijsheid om in harmonie te leven met de natuur. Als bewakers van het milieu is hun overleving onze overleving. Maar ook het toekennen van grondrechten aan onze inheemsen is reeds jaren een actueel onderwerp. Wij erkennen de voortdurende uitdagingen van dit proces en benadrukken tegelijkertijd de stappen die zijn gezet om de plannen die in het verschiet liggen om de grondrechten op te lossen. Dit proces is een kwestie van rechtvaardigheid, erkenning en respect. Het is ook een uitdaging. Maar ik wil u ervan verzekeren dat onze inzet om dit probleem op te lossen zeer standvastig is. Het grondrechtenvraagstuk van de inheemsen heeft nog steeds prioriteit bij onze regering. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in de richting van dit doel. De Nationale Assemblée heeft onlangs amendementen aangenomen bij de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken. Deze amendementen zijn voorgesteld op basis van de discussies en inzichten. Ze leggen de basis voor een uitgebreidere wetgeving in zaken grondenrechten. De regering is doende deze wijzigingen te bestuderen die cruciale mijlpalen zullen zijn op weg die we samen bewandelen naar gerechtigheid en gelijkheid. En zal dit middels een nota van wijziging aanbieden aan de Nationale Assemblée. We zijn vastbesloten, lobby brother Nangasisa, om op deze basis voort te bouwen met tastbare acties en beleidsmaatregelen die de rechten en ambities van onze inheemse bevolking weerspiegelen. Aan onze inheemse broeders en zusters geef ik mee. Ab patiëntie, heb nog geduld en blijf betrokken bij dit proces. Heb vertrouwen en hoop in deze regering om tot een adequate oplossing te komen van het grondrechtenvraagstuk. Uw stem is krachtig en noodzakelijk voor de weg die we samen opgaan. Uw veerkracht en kracht inspireren ons. En met deze geest gaan we verder. We weten dat u de bewaker bent van ons tropisch regenwoud. Vandaag vieren we niet alleen een dag van erkenning, maar ook als een herbevestiging van onze collectieve inzet voor rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle inheemse volkeren in Suriname. Lobby brother Nangasisa, maar we vieren en herdenken vandaag gelijktijdig met de Dag der Inheemse, ook de Dag der Javaanse immigratie. De lobby brother, de Japanese brother Nangasisa. Het was 134 jaar geleden dat de eerste Surinaamse Javanen op 9 augustus 1890 voet
op Surinaams bodem hebben gezet. Ze brachten een rijke cultuur mee. Zang, dans, muziek, culinaire gerechten, klederdracht, omgangsnormen en andere traditionele gebruiken. Deze immigratie van de brengers van een uniek stuk cultuur naar Zuid-Amerika heeft een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan de verrijking van onze Surinaamse multiculturele samenleving. Reeds 134 jaar deel uitmakende van de Surinaamse samenleving en zeer bekend om haar cultureel erfgoed, voornamelijk de Djarankepang en de Gamelan. Hun Gotong Royong systeem heeft zeker de werkzaamheid van de Javaanse gemeenschap aanzienlijk versterkt, die de coexistentie van het verleden met het heden toont, is de Surinamer van Javaanse komaf een niet te verwaarlozen deel van onze samenleving. Lobby Bradangasitsa, de Javaanse voorouders. Onze voorouders hebben zich veel inspanning getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen. In een zoektocht naar een waardig bestaan in een nieuwe omgeving hebben onze Javaanse broeders en zusters door scholing, toewijding en discipline de stereotype beeldvorming van apathische, brave en bescheiden burgers weten te loochenstraffen. Onze Javaanse landgenoten behoren thans tot mondige en actieve deelnemers aan bestuurs- en ontwikkelingsprocessen van ons land. Ook zijn ze prominent aanwezig in het bedrijfsleven en de culturele, politieke en religieuze organisaties. Onze verscheidenheid is onze kracht. Het is een bron van inspiratie en innovatie die ons in staat stelt om samen te werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. Loi Bradangasisa, laat deze dag, de dag der inheemsen en de dag der herdenking van de Javaanse immigratie, ons inspireren om ons gezamenlijk in te zetten voor een welvarend, verenigd en harmonieus Suriname. Landgenoten, ik wens u allen een zinvolle herdenking van Ingide en ook de Javaanse immigratie toe. May God bless you all.